leg eens uit. Deze borden, posters in het hele dorp, hè, daar willen jullie het eigenlijk mee zeggen. Hè? Leg eens uit. Nou, is niet zo moeilijk. Linksboven hier zie je hoe de situatie nou is. Rechtsboven is wat de architect heeft bedacht in een of andere slapeloze nacht, denk ik. En onder is zoals het moet worden. Wij willen niet vergeeld worden. Wij willen rode stenen zoals het hoort in ons dorp. Ja, nou hebben jullie, zijn jullie dus een actie begonnen, hè? Een handtekeningenactie. En daar spreekt eigenlijk ook veel uit. Hoe is die gegaan? Die is spontaan begonnen eigenlijk, toen we hoorden van de beslissing over gele stenen. En we dachten wel dat veel mensen voor rood waren, maar nu blijkt bijna 80% van het dorp voor rood te zijn en tegen geel. Ja, maar hoeveel stemmen zijn er dan? Dat zijn 271 stemmen van de 327 die kunnen stemmen. Maar hoe voelt dat nou als het niks uitgedaan gaat maken? Zover zijn we nog niet. Het gaat vast wat uitmaken. Want niet alleen hebben we de handtekeningen overhandigd, we hebben ook de raad proberen te bespelen. En hierna gaan we naar eventueel de Nationale Ombudsman. Net zolang tot we gelijk krijgen. Nou, daar word ik heel erg boos om. Als dit plan doorgaat, het kan gewoon niet. Het is te gek voor woorden. Het rood past hier veel beter dan het geel. Mm-hmm. Okay. Maar kan u dat nog veranderen, denk ik? Of ik het kan veranderen? Ik alleen niet. Het ligt aan de burgemeester en aan de wethouders. En die hebben het in de hand. En ik er niet bij. Maar heeft u nou het gevoel dat u nog met de burgemeester kunt praten? Nee, niet echt meer. Ik niet. Niet geel, maar rood. Rood? Klopt dat dan ook een beetje bij het dorp natuurlijk? Ja, dat klopt helemaal bij het dorp. Dat is ook de historie van deze streek. Wij hebben hier vroeger 20 steenfabrieken gehad. Allemaal met roodbakkende klei. Als hier stenen nodig waren voor kerkpaden of molgoten in het dorp. Altijd rood. Logisch. Uit de streek. En nu moet ineens iets bedacht worden waardoor West-Drenthe zich gaat onderscheiden van andere dorpen. Dat willen wij dus niet.
trouwens niet zo moeilijk. Linksboven hier zie je hoe de situatie nou is. Rechtsboven is wat de architect heeft bedacht in een of andere slapeloze nacht, denk ik. En onder is zoals het moet worden. Wij willen niet vergeeld worden. Wij willen rode stenen zoals het hoort in ons dorp. Je ligt een paar kilometer verderop. Daar ligt het wel. En hier dus niet.